Aaron, in de eerste helft lijkt er niet zoveel aan de hand. Maar het loopt toch op een zure avond af voor ADO. Ja, dat sowieso, dat laatste. En ja, ook het eerste gedeeltje zegt, de eerste 20 minuten, 25 minuten. Dacht ik, oké, dit moeten we gaan winnen vandaag. Maar als je zo wel het einde van de eerste helft wegzakt, moet je eigenlijk in de mogelijkheden die je krijgt in de eerste 20, 25 minuten, één grote en een paar misschien wat kleinere, moet je zelf belonen. Hebben we niet gedaan. En de tweede helft, ja, dat was slecht. Hebben we elkaar allemaal een beetje laten vallen. En dan verlies je de wedstrijd met 3-0. Begrijp jij dat dan? Want je zegt slecht, elkaar laten vallen. Ja, wat begrijp ik dat? Ja, natuurlijk begrijp ik dat niet. Maar dat gebeurt wel. En dat probeer je om te zetten. Alleen eigenlijk de tweede helft is dat er niet aan toegekomen. En wat ik zeg, die 2-0 ook. Ja, penalty en de corner. Ja, daar hebben we op gehamerd. Mag niet. Maar goed, we hebben daarna de tweede helft ook helemaal nergens meer recht op. Omdat we gewoon heel matig spelen. Heel veel balverlies. En hier balen we ontzettend van. Want het lijkt me duidelijk dat we hier iets anders van hadden voorgesteld. Het had anders kunnen lopen. Hè? Grote kans voor Valkenburg, je gaf het al aan. Wat gebeurde eigenlijk bij dat moment waar jij betrokken was? Damascan. Wij hoorden om ons heen veel mensen zeggen dat is een rode kaart. Ja, ik heb hem net teruggezien. En de VAR had wel rood gegeven. Maar goed, ik moet zeggen, die tackle. Ik heb hem net teruggezien. Ja, dat kan rood voor gegeven worden. En het doet het niet. De VAR hebben niks. Hebben geen invloed op, dus wat dat betreft, is het jammer. En de strafschop, wat zag jij daar gebeuren? Ja, het is een duel en de scheids zei dat hij in zijn rug liep en legde hem op de stip. Ik vond het heel licht, maar ik weet niet hoe het op de tv eruit zag. Dan zit het ADO misschien ook even niet mee een keer. Na afloop, dan gaan jullie naar de fans toe, de 143 uit Den Haag meegereisde fans. En dan is het apart, want er ontstaat een hele grote discussie. Wat gebeurde daar? Nou, zij waren niet tevreden om het zomaar kort te zeggen. En dat begrijp ik heel goed dit keer. We hebben het echt laten lopen de tweede helft. Natuurlijk niet expres. En we hebben ook de bedoeling om erop te kletsen en de volgende ronde te bereiken. Maar wat ik zeg, zeker de tweede helft was het heel slecht. En ik snap dat ze daar boos over zijn. Daar was de discussie om. Maar ik heb ook gezegd dat we ze zondag en de rest van het seizoen nog keihard nodig hebben. En dat lijkt me. Daarom zei ik, ze kunnen nu inderdaad hun frustratie een beetje uiten, dat mag en dat snap ik heel goed. Maar goed, we hebben ze zondag alweer keihard nodig, dus daar ging het een beetje over. En wat zeiden ze zo? Nou ja, kan je wel raden er ongeveer.